Misschien heb je me nog nooit eerder gezien. Ik ben Peter Jacobs. Maybe you've not seen me before. I'm Peter Jacobs. Samen met mijn vrouw leiden wij de locatie hier. And together with my wife, we lead this location. En samen ook met deze man hier. And together with this guy here. En Remy. And Remy. En Pastor Raymond en Evelien. Pastor Raymond en Evelien. En Christine die thuis zit. And Christine is sitting at home. Het is echt ons voorrecht om dit samen te bouwen met jullie. And it's our privilege to build this together with you. Hey, maar vandaag. Today. We zijn bezig met onze serie Jezus op de weg. We are in our series Jesus on his way. Of eigenlijk zou ik liever willen zeggen, naar het Nederlands vertaald, Jezus onderweg. Or in Dutch translated, Jesus on the way. En weet je wat het is? You know what? Is dat het onderweg waar naartoe zul je afvragen. You might wonder on his way to where? Onderweg naar het kruis. On the way to the cross. Maar ook onderweg samen met jou. But also on his way together with you. Ik denk dat is om daar weer nog een keer op terug te komen is dat de wandel met Jezus is zo geweldig fantastisch. Just to come back to that again, you know, the walk with Christ is so amazing. 2 weken geleden begon Pastor Lisby hier in Amsterdam met de preek over Jezus in het Hof van Gethsemane. So 2 weeks ago, Pastor Lisby spoke about Jesus in the Garden of Gethsemane. En daar had hij een moment waarbij hij zijn hele ziel uitstortte voor God. And that's where Jesus had a moment where he poured out his soul to God. En het woord wat Pastor Lisby daarvoor had was dat Jezus die ging naar de plaats waar hij altijd naartoe ging. And the word that Pastor Lisby had is Jesus always went to a place where he always went. De plaats van het altaar. The place of his an altar. De plaats waarbij hij zijn leven neerlegde voor God. The place where he put his life in front of God. En ze gaf een profetisch woord voor onze kerklocatie, waarbij ze zei van dit is een woord voor ons allemaal, waarbij we moeten gaan herbouwen. And she had a prophetic word for our church locations, you know, where we have to, that, you know, this is for all of us, we've got to rebuild our altar. Is dat we opnieuw onze toewijding naar God moeten opbouwen. Our commitment toward God, we've got to rebuild it again. Afgelopen 2 jaar waren heel bijzonder geweest in heel veel verschillende opzichten. And the last 2 years have been really special in many ways. En een van die dingen die ze ons aanmoedigen om te doen is herbouw je altaar voor God. And one of the things that she encourages to do is to rebuild our altars. En vorige week hadden we de videoboodschap van Pastor Steve. And last week we had a video message by Pastor Steve. En een van de dingen die mij heel erg raakte in wat hij zei. And one thing that really touched me, what he said. Was dat hij nam het voorbeeld van waarschijnlijk Maria van Magdalena die een mooie alabasteren kruik goot met olie over de voeten van Jezus. He used the example of Maria of Magdalene who poured this jar of oil over Jesus. En hoe onredelijk dat lijkt in de wereld en hoe extreem dat lijkt voor de wereld. And how extreme and how this would have looked for the world. Dat eigenlijk een redelijke aanbidding is voor Jezus zelf. Which is a reasonable worship to God. En dat vond ik ook een hele mooie inkijk op onze toewijding naar God. And I thought that was really not great insight on how we can look at God. Laten we niet terughouden in aanbidding naar God. Let's not hold back in our worship. Laten to God. We extravagant zijn naar Hem. Let's be extravagant. Laten we dingen doen die andere mensen niet van ons zouden verwachten. Let's do things that other people would not expect from us. Of laten we dingen doen waar mensen van zoiets hebben van waarom doe je dat? Or do things that people think, why do you do this? Een van de dingen die zo af en toe als naar boven komen of als ik om mijn werk praat en nou, nu niet meer in de kerk, want iedereen doet dat. And something that would come up, you know, as I used to talk at work. Maar dan zat ik in een gewoon een mooi seculier bedrijf en dan sprak ik dan kwam het naar boven van oké, weet je, geef je wel eens aan goede doelen. And the subject would raise as to give to to a good cause. En dan zou ik vertellen van nou, ik geef aan de kerk. And I would say I give to church. En dan zouden we het hebben over bedragen. And we would talk about amounts. Kijk, iedereen houdt van geven. You know, everyone loves giving. Maar als je in wereldsperspectief zeg maar een tiende geeft aan de kerk, dan verklaren de meeste mensen, inclusief mijn familieleden, mij voor gek. But if from a world perspective, you know, if you give 10%, you know, people would say you're crazy. Maar het punt is dit. But this is the thing. Dit is onze aanbidding naar God. This is our worship to God. Onredelijk voor de wereld, maar redelijk voor het koninkrijk van God. Unreasonable for the world, but reasonable in the kingdom of God. Ik vond dat een fantastische boodschap van Pastor Steve. And I loved Pastor Steve's message. En vandaag wil ik daar eigenlijk een schepje bovenop doen, zo je wil. And I would like to add something to it.
Een schepje bovenop in de zin van, ik merk dat dit seizoen voor ons inderdaad een seizoen is van herbouwen. And adding something in the sense that this is a season of us rebuilding. Een herbouwen van hetgeen wat God in ons leven wil doen. Rebuilding of something that God wants to do in our lives. Routines die we zijn kwijtgeraakt omdat we simpelweg niet bij elkaar konden samenkomen. Routines that we've lost because we couldn't gather together. Routines die heel moeilijk waren om op te pakken omdat je leven qua schema zo om is gegooid. Routines that you couldn't get into because your whole planning was different. Kinderen moesten thuis school doen. Kids had to do school at home. De badkamer was vol op het moment dat jij juist in de badkamer wilde gaan. The bathroom was full when just you wanted to go into the bathroom. Als jij dan stille tijd wilde hebben 's morgens, dan waren de kinderen 's nachts alweer wakker geworden en was je echt zo moe. If you want to have quiet time in the morning, the kids were already there and you were so tired. Het is niet helemaal relevant voor mij meer tegenwoordig. Hosea wordt niet meer 's nachts wakker met 5 meer. Maybe not relevant for me anymore because Hosea doesn't wake up anymore that early. Maar een aantal van jullie heb ik dat wel heel duidelijk gezien. But some of you will have seen this. Dus wat dat betreft, het schepje wat ik bovenop wil doen is daarop inzoomen. So what I want to add is to zoom in. Maar tegelijkertijd wil ik ook nadenken over de menselijke maat. But I also want to talk about the human measure. Het is niet echt het is echt typisch Nederlands, menselijke maat. It's something really Dutch, de menselijke maat. Ik werd getriggerd door een artikel wat ik las op nu.nl en dat ging dan over de toeslagenaffaire en hoe de Nederlandse overheid meer de menselijke maat zou moeten toepassen. Sorry. I was triggered by an article that I read about the toeslagenaffaire. Yeah, that's okay. And where people had to really give in. Ja, het was echt heel moeilijk voor de mensen om vanuit de overheid heel rigide hoe er werd gereageerd. And it was quite rigid how people reacted. Maar de menselijke maat. But the human measure. Maakte dat er gewoon meer menselijk kan worden omgegaan met omstandigheden waar je in bevindt. Made that we can deal with things more in a human way. In what you find yourself in. En wat ik met jullie wil doen is kijken naar de menselijke maat wanneer we kijken dat Jezus onderweg is naar het kruis. And I want to look at you with Jesus going to the cross with a human measure. Want wat voor mij altijd een soort van mysterie blijft is aan de ene kant is Jezus Christus volledig mens. Because what is a mystery to me, one side God is totally human or Jesus. Tegelijkertijd is hij volledig God. But at the same time, Jesus was also totally God. En zijn leidersweg naar het kruis is niet iets dat is echt een leidersweg geweest. And his way to the cross was a way of suffering. En ik wil met jullie dan ook een stukje lezen onderweg naar Jeruzalem. And I want to read this part on the way to Jerusalem. En dat staat in Matthäus en het zal zo op het scherm komen. It will come on the screen. En ik zal het voorlezen. And I'll read it out loud. En er staat onderweg naar Jeruzalem. Nam Jezus de 12 leerlingen apart en hij zei tegen hen, wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem te dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen die de spot met hem zullen drijven en zullen hem geestelijk en kruisigen. Op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Nou, dat is best een zwaar stukje. Well, that's quite a heavy piece. Maar het idee van de serie is om ook te kijken van oké, hoe kijkt Jezus nou naar de weg naar het kruis? But the idea of the series is also to look at what does it look like Jesus on his way to the cross. Om te kijken van hoe kijkt Jezus daar nou zelf naar? So how does Jesus himself look at this? En het is interessant, want dit is niet de eerste keer dat hij zo duidelijk aan zijn discipelen uitlegde van dat dit punt zou gaan gebeuren, dat hij naar Jeruzalem zou gaan en dat hij daar zou sterven. And it's interesting because it wasn't the first time that Jesus explained that he would go to Jerusalem and to the cross. Zeker nog, het was de derde keer. It was the third time. De eerste keer dat hij hierover sprak was nadat Petrus had uitgelegd de openbaring van wie Christus is. And the first time was as Petrus explained what the revelation. De tweede keer was op de verheerlijking op de berg. And the second time was on the mountain. Transfiguration on the mount. En de derde keer is hier. And the third time was here. Maar de derde keer dat hij erover spreekt, spreekt hij daar nog meer in detail over. But the third time he talks about it in more depth. Hij zegt, ik zal overgegeven worden aan de hoofdpriesters. He said, I will be handed over to the head priests. Ik zal overgegeven worden aan de heersers van dit land, aan Pilatus. And I will be handed over to Pilate. Ik zal bespot worden. And I will be
Macht. Ik zal gegezeld worden. I'll be flogged. Maar op de derde dag zal ik opstaan. But the third day I will rise again. En het is interessant, want dit is de derde keer dat hij daarover spreekt. Because it's interesting because it's the third time he talks about this. En de theoloog Matthew Henry die zegt erover het volgende. And Matthew Henry says the following. Hij zegt omdat hij er zo duidelijk over spreekt. It's because he talks about it so clearly. Dan is het, dat betekent dat het niet alleen voor hem duidelijk was welke moeilijkheden hem te wachten stonden. So it wasn't just clear to him what was in front of him, or the struggles. Maar dat zijn hart op zijn leidersweg rustte. But that his heart rested on this way. Het vulde hem niet met angst. It didn't fill him with fear. Want dan zou hij kunnen bestuderen om die hele pijn te vermijden. Because then he would study how can I make sure I don't get this pain. Maar dat deed hij niet. But he didn't do this. Jezus deed precies het tegenovergestelde. Jesus did the opposite. Hij had een verlangen. He had a longing. En hij had een verwachting. And he had an expectation. Daarom sprak hij er vaak over. And that's why he spoke about it so often. Omdat hij wist dat hij daardoor door deze leidersweg in de heerlijkheid zou gaan. Because he knew that going through this he would get into heerlijkheid. Voor Jezus glory. Glory. Voor Jezus was dit een moment waarbij hij wist van dit is een lijdensweg, ja zeker. And for Jesus, you know, he knew it would be a way of suffering. Ja, dit zal het meest moeilijke zijn van mijn hele leven. This will be the hardest thing in my life. Maar hij deed het wel. But he did this. En hij deed het omdat hij een bepaald idee daarbij had. Because he had an idea with this. Omdat hij wist dat er een bepaalde belofte aan vooraf ging. Because he knew there was a promise. Ik wil met jullie kijken vandaag naar hoe kon Jezus nou zo'n besluit maken als dit? So I would like to look at this with you. How can Jesus make a decision like this? Want we kunnen wel zeggen van, ja, Jezus was God, dus hij had het makkelijk kunnen doen. Because we can say, you know, Jesus was God, so it was easy for him. En ja, dat zou je kunnen zeggen. Yeah, you could say that. Maar nee, Jezus was ook volledig mens. But no, because Jesus was also fully human. En de pijn die hij zou hebben ervaren is exact dezelfde pijn als jij en ik zouden hebben ervaren als we daar aan het kruis hebben and gehangen. The pain that he experienced was the same pain that you and I would have experienced hanging on the cross. Jezus overwon daarmee de menselijke maat. And Jesus overcame the human measure. Hoe deed hij dat? So how did he do this? Nou, allereerst geloof ik dat Jezus, hij wist precies wat de schriftgedeelte over zijn leven vertelde. First of all, he knew exactly, you know, that what the Bible said about this. Toen Jezus opstond in de synagoge, toen hij net zijn bediening begon. So when Jesus stood up in the synagogue, when he started on his mission. Dat was toen refereerde hij naar Jesaja hoofdstuk 60. He referred to Isaiah 60. En dat gaat erover dat hij de gezalfde was. And it says that he was the anointed. Dat hij de gevangenen vrij zou zetten. And he would set the prisoners free. Is dat hij de Messias was van het volk van Israël. And he was the Messiah of Israel. Hij wist heel goed wat de schriftgedeelte over hem zeiden. He knew exactly what it said about it in the Bible. Ik vind het zo mooi, toen Jezus een klein jongetje was, 12 jaar, toen was er een feest en toen waren zijn ouders hem kwijt. And I love it, you know, when Jesus was 12 years old, his parents were looking for him. En ik kan me zo voorstellen dat toen hij in de tempel zat en hij luisterde naar het woord van God. And I can just imagine that as he was sitting there in the temple and listening to the word of God. Is dat hij in zijn hart voelde kloppen van hey, dit woord gaat over mij. That his heart would have been beating and he would have known that this is about me. Is dat toen hij de schriftgedeelte zou lezen dat hij in zijn hart een getuige zou hebben van dit ben ik. And as he was reading the Bible passage, now that he would know in his heart, this is about me. Dit is waar het om draait. This is what it's all about. Dit is waarom ik ben gemaakt. This is why I am made. En dat stukje begrip van het schriftgedeelte maakt dat hij wist waarvoor hij was gemaakt. And knowing this Bible passage is, you know, helps to understand why he was made. Wat ik wel interessant vind is dat als je mij zou vragen achteraf met sommige dingen die ik heb meegemaakt, als je dit van tevoren had geweten. And if you, you know, same with me, if you in hindsight would have asked me, you know, if you had known this before. Dat het zo moeilijk zou zijn. That something would be so difficult. Dat ik twee kinderen zou hebben waarbij Hosea zou bijna kwam te overlijden, of mijn vrouw bijna zou komen te overlijden. So that with two kids where Hosea
nearly died, or the possibility that Monique also would die. Dan had ik daar waarschijnlijk nee op gezegd. Then I would have said no. Dan had ik waarschijnlijk gezegd van, nou weet je wat, dan hoef ik dat niet. Then I would have said, well, okay, no, rather not. Maar voor Jezus. But for Jesus. Hij wist dat zijn dag zou komen. He knew his day would come. Hij wist dat en toch zei hij ja. He knew it, and even though he knew, he said yes. En ik wil een sprongetje maken naar Hebreeën hoofdstuk 12. And I want to jump to Hebrew 12. Want daar staat het schriftgedeelte in waarin we eigenlijk uit kunnen halen waarom Jezus dat deed. Because that's where it is written, now why Jesus did this. Kijken naar Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, die voor ons, die voor de vreugde die voor hem in het vooruitzicht was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en zit aan de rechterhand van de troon van God. Jezus die had een verlangen om de schande te verachten. Jesus had this longing to... It's okay. Jezus had een verlangen om ervoor te zorgen dat de schaamte die jij en ik op ons dragen, dat hij dat van ons zou afnemen. Jesus had the longing to have the shame that you carry, to take it off you. En dat we daardoor bij hem zouden mogen komen. And through that we can come to him. Dus de reis naartoe was ontzettend moeilijk. So the journey to... It was really hard. Maar hij wist van ja, dit is iets wat ik wil doen, omdat ik weet dat ik daardoor een heleboel mensen, de mensheid, ga bevrijden van de zonde. But I knew by doing this, I will free a lot of people. In Jesaja 42 vers 4 staat het volgende: hij zal niet bezwijken of ontmoedigd worden totdat hij de gerechtigheid op aarde heeft gevestigd. Dat geeft al aan de houding waar Jezus mee deze reis aanging. And it shows how now. Jesus was getting into the journey. Dat hij zou weten van ja, weet je wat, ik weet wat mij te wachten staat, maar toch ga ik deze reis op. He knew what was waiting for him, and even though he was going that way. En sterker nog, dat toen hij aan het kruis hing. And as he was hanging on the cross. Dan kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 53 vers 12 het volgende. So now Isaiah 53, we can read the following. Omdat hij zijn ziel uitstortte tot de dood en hij werd geteld bij de overtreders, toch droeg hij de zonde voor velen en deed hij voorbeden voor de overtreders. Weet je, dit was absoluut niet de menselijke maat. This was absolutely not a human measure. Wat je zou verwachten is dat wanneer ten onrechte iets wordt aangedaan, dan zou je juist het tegenovergestelde doen. So you would expect, you know, if you get something that you don't deserve, you would do the opposite. Is dat wanneer dat gebeurt, is dat je dan eigenlijk in plaats van voor de mensen zou willen voorbidden. So instead of interceding for people. Is dat je ze zou vergeven, net zoals dat Jezus dat Jezus dat deed. As Jesus forgave those people. Is dat je eigenlijk heel veel wrok zou hebben tegen die mensen. Be cross with those people. En dat je gewoon echt heel een bepaalde boosheid in jezelf zou hebben. You'll be angry. Maar Jezus had de menselijke maat verslagen. But Jesus had beaten the human measure. En weet je, ik denk in de dag van vandaag. And today's day. Is dat die menselijke maat die dragen we ook mee in ons leven. We carry this human measure in our lives. De menselijke maat van bepaalde dingen die we in ons leven meemaken hebben gevormd het gedrag wat we vandaag vertonen. So the human measure that we carry is, you know, is the attitude we have nowadays. Maar waar ik jullie wil uitdagen vandaag. But where I want to challenge you today. Is om stil te staan bij het feit dat God een bepaald plan met jouw leven heeft. Is to stand still and look at what the plan is that God has with your life. Jezus wist het plan van God voor zijn leven. Jesus knew the plan for his life. Een paar weken geleden las ik een boek. And a few weeks ago I read a book. En dat ging specifiek over leiderschap. En die man die refereerde naar twee schriftgedeelten in Habakkuk en Hosea. And this was a book about leadership and the guy referred to two passages in the Bible. En dat ging over schrijf de visie op. And it talks about write down your vision. En als we het hebben over het herbouwen van ons leven. And if we talk about rebuilding our lives. Dan is dit een belangrijk onderdeel ervan. Then this is an important part. Heb jij het gevoel dat jij een roeping hebt van God op je leven? Do you have the feeling that you have a calling on your life? Wat is dat dan? And what is it? Ben je daarmee bezig? And are you busy with this? Denk je daarover na? Are you thinking about it? Je roeping van God is
veel meer dan alleen komen naar de kerkdienst op zondag of naar je groep gaan. Your calling in your life is a lot more than just coming to church or going to your group. Je roeping stroomt over in je gebedstijd met God. No, it streams over in your prayer life with God. En weet je, ik vraag me met sommige mensen met wie ik in gesprek ben geraakt. And with certain people I'm talking with. Dan realiseer ik me dat door de omstandigheden van COVID dat het helemaal niet op een laag pitje is komen staan, roeping. I realize that their calling has gone a bit, you know, due to COVID. En dat is in de menselijke maat heel begrijpelijk. And in the human measure that's understandable. Maar tegelijkertijd. But at the same time. Jij bent geroepen. You are called. God heeft een plan met jouw leven. God has a plan with your life. Het plan van leven wordt gevonden in het woord van God. And this calling is found in God's word. Dus neem tijd om het woord van God tot je te nemen. So take time to read God's word. Neem tijd om met mensen te spreken van wat zou God voor roeping hebben op mijn leven? And take time to talk to people to find out what's my calling in my life. Want dat is zo essentieel waarvanuit je leven leeft. Because it's so essential that you know where you live your life from. Laten we niet ons leven leven vanuit de menselijke nood die we hebben van voorziening. So not living from a human need that we have. Ik denk een van de grootste valstrikken waar ik zelf in ben gelopen is dat ik altijd heel hard wilde werken zodat ik niet arm zou zijn. So one of the traps I've fallen into is that I would have to work really hard so that I don't I'm not poor. Maar het punt is dat dan verwacht ik alles van mezelf. But this is the point, and I expect everything for myself. Dan is er dus geen ruimte voor God om voor mij te voorzien. Then there's no room for God to provide for me. En het westerse denken, het menselijke maatdenken is dat ik zorg wel voor mezelf en dan is het wel goed. And thinking in with a human measure, it's you know if I've got everything, then it's okay. Maar Gods plan reikt veel verder. But God's plan is working a lot further. Ik ben niet geroepen voor mijzelf. I'm not called for myself. Jij bent niet geroepen voor jouzelf. You're not called for yourself. Of voor jouw gezin alleen. Or just for your family. Maar eigenlijk kijk eens om je heen. Kijk eens naar de mensen die om je heen zitten. But just look around you. See who's sitting around you. Deze mensen. These people, jouw vrienden, your friends, jouw familieleden, your family, dat zijn mensen die ook een roeping hebben van God op hun leven. They also have a calling on their lives. En daar zit het in. And that's where it is. Jij kan bijdragen om God dichter te brengen bij Jezus. You can be a part of this. You can bring them closer to Jesus. Dat je mensen dichter bij Jezus brengt. So bring people close to Jesus. Is dat je mensen dichter brengt bij de plan wat God op hun leven heeft gebracht. Bring them closer by the plan that God has for them in their lives. Gisteren vroeg iemand aan mij, zegt van Peter, nu je voor de kerk werkt, praat je nog wel eens met mensen over God? And yesterday someone asked me, now you're working for church, are you still talking to people about God? Remy Lewis die heeft datzelfde probleem. And Remy Lewis has got the same problem. Hij heeft me al 5 keer geprobeerd te dopen in de kerk. He's tried to baptize me 5 times already in church. Hij is nu over naar een andere mooie baan deels. And he partly has gone into another job. En ik legde uit dat in het project waar ik mee bezig ben, dat ik heel gemakkelijk kan getuigen over wie Jezus is. And explained that in the project I'm working in, I can easily testify about Jesus. En dat ik aan de advocaat kan uitleggen wat de beleving is die ik met God heb. And that the lawyer that's working with us, that I explain my life with Jesus. En laatst belden ze me op. And lately they called me. En ze vroeg aan mij van, ik zit met deze situatie met iets wat er is gebeurd in haar bedrijf. And she explained something that happened, a situation in their work. Wat kan ik doen? And she asked, so what can I do? En dat is waar dan de roeping van God in één keer overstroomt in haar leven, vanuit mijn leven. And that's where the calling of God is streaming out of my life into her life. En zo ook met jou. And that's the same for you. Jouw stem is tot leven voor iemand anders. Your voice is bringing life to someone else. Maar het is belangrijk dat we zoals Jezus. But it's important that just like Jesus. Is dat we teruggaan naar ons altaar. That we go back to our altar. Is dat we teruggaan naar een plaats van waar het echt telt. Back to a place where it really counts. Ik denk dat in de afgelopen 5 maanden er 1 heel specifiek moment was wat voor mij heel erg telde. And in the last couple of months there was one specific moment that really counted.
We zaten in een situatie dat Monique 5 maanden elke nacht op een bed had gelegen in de huiskamer. So we were in a situation where Pastor Monique was lying on a bed in the living room. Vanwege een hernia. Because of a slip disc. En dat was een bijzonder moeilijke periode. And that was such a hard period. Ik zag dat zij zelf als persoon gewoon veranderde naar gewoon een vrouw van wie ik heel veel hou tot iemand van wie ik nog steeds heel veel hou, maar zo verdrietig en verdrietig en alleen was. So I saw her change, a woman that I love, from to someone feeling alone. Kinderen die niet naar hun moeder konden gaan omdat ze mentaal niet beschikbaar was, want ze was bezig met de pijn in haar lichaam. The kids who couldn't go to her with questions because she was dealing with her own pain. Een situatie waarbij eigenlijk ze ook niet voor mij beschikbaar was, omdat de medicijnen speelden een rol en ze kon er niet zijn voor mij. A situation where she was also not available for me because of her medication. In de kerklocatie merkte ik ook dat er bepaalde bepaalde verwachtingen had van de locatie die niet uitkwamen, omdat ik stond er alleen voor. And I had certain expectations in this church location that were maybe unreasonable and I was standing alone in this. So de zondag gebeurde het grote wonder, toch? So on that Sunday the big miracle happened. Zondag gebeurde het dat zij hier op het podium werd gevraagd. That Sunday it happened that Pastor Monique was asked on stage. En dat Pastor Steve zei, Jezus heeft tegen mij één persoon gezegd voor wie ik zou mogen bidden. And Pastor Steve said, I've got one person that was given on my heart to pray for. En dat was Monique. And that was Monique. En zij werd genezen. And she was healed. Maar wat eraan vooraf ging was dit. But what happened beforehand was this. In haar leven was dit een moment van waar ze zo erg naar had uitgekeken. In her life it was a moment that she'd been longing for. Maar de zaterdag daarvoor was voor mij een moment van wanhoop. But the Saturday beforehand was a moment of desperation. We hadden de donderdag ervoor te horen gekregen van de doktoren dat Monique hier het hele jaar mee zou gaan moeten worstelen. So the Thursday before that Sunday we had heard from doctors that she would struggle with it for the whole year. En zaterdag waren we daar, waren we dat even aan het verwerken, waren we dat aan het processen. Wat betekent dat dan? And the Saturday before that Sunday we were processing that. So what does that mean for us? En ik zat en ik schoot uit mijn emotionele raam. And I just just got really emotional. Ik was echt helemaal wanhopig. I was just totally desperate. En ik zal nooit zeggen dat het zo was als Jezus. And I will never say this was like Jesus. Waarbij hij was in het hof van Gethsemane. Like in the garden of Gethsemane. Maar dit moment telde voor mij. But this moment counted for me. En ik was boven hem en stille tijd aan het voorbereiden voor de kerkdienst. And I was having quiet time and preparing for the Sunday service. En ik kon me er niet toe zetten en And I couldn't get myself to it. En ik zei tegen God. And I said to God. En ik was aan het schrijven in mijn dagboek. And I was writing in my book. En er waren twee gedachten die ik kon opschrijven. And there were two thoughts I was writing down. Eén gedachte was: Jezus, waar bent u nu? And one thought was: Jesus, where are you now? Maar mijn hand schreef op. But my hand wrote down. Omdat ik wist dat hij er was. Because I knew he was there. Jezus, laat uw hand reiken over deze situatie. Jesus, let your hand touch this situation. En toen die zondag kwam, and when that Sunday came, was ik aan het vertalen. I was translating. En toen Pastor Steve dat zei, toen was Jezus daar. And when Pastor Steve said it, Jesus was there. Ik stond daar en dit was het moment dat Jezus zei, dit ben ik. And at that moment, Jesus spoke to me and he said, this is who I am. En ik heb het een aantal jaar geleden al wel eerder gezegd. And I might have said this a couple of years ago. God is niet nep. God is not fake. En wanneer het er echt toe doet, dan zal hij er voor je zijn. And when it really counts, he will be there for you. Maar de vraag is, but this is the question. Is dat zijn wij net zoals Jezus mensen die naar het altaar gaan om in die moeilijkste problemen, het diepste gedeelte van de nacht, dat we dan bij hem komen? Are we those kind of people that just go to him in the darkest moments of our lives? En dat we dan ons hart met hem delen. And then share our hearts with him. En dat we dan tegen hem zeggen wat er echt met ons speelt. And then tell him what really is happening with us. En misschien nog een stap daarvoor zelfs. Or maybe a step before.
Weet je, op het moment dat je in je leven na Jezus toe leeft op een dagelijkse basis. If you live towards Jesus on a daily basis. Wat Jezus deed was niet, hij ging niet zomaar even naar het Hof van Gethsemane. Hij was regelmatig met God bezig. Now Jesus didn't just randomly go to the Garden of Gethsemane. He was dealing with Jesus every day. Wanneer je elke dag met God tijd doorbrengt. So if you spend time with God every day. En dan heb ik het niet over 5 minutes. And I'm not talking just about 5 minutes. Ik heb het dan gewoon over neem tijd om gewoon tijd in Gods tegenwoordigheid door te brengen. And I'm really talking about really have time with God. En ik weet dat dat een push is. I know that's a push. Maar weet je, als je echt je leven wil zien veranderd worden, bid dan niet 1 uur per week. But if you really want to see your life change, don't just pray for 1 hour. Bid niet 1 uur, maar neem echt tijd om gewoon met God te zijn en zijn tegenwoordigheid in je leven te laten komen. So not just 1 hour, but really spend time with God so that he will can come into your life. Want vanuit die aanwezigheid, daar, dat is de plaats waar je leven zal veranderd worden. Because from that place, your life will get changed. God wil graag dicht bij jou zijn, maar als jij jezelf niet ontvankelijk voor hem openstelt, dan is het lastig voor hem om binnen te komen. God wants to be close to you, but if you don't open up yourself, it will be really hard for him. De Heilige Geest is zo mooi, zoals sommige de mensen het uitleggen, als een gentleman. The Holy Spirit is like a gentleman. En hij wil graag jouw leven binnenkomen, maar jij moet wel je hart openzetten voor hem. And he wants to come in, but you've got to open up your heart so he can come in. Zo wat ik wil doen. So what I want to do now. Ik wil voor jou bidden. I want to pray for you. Omdat ik weet nog wel in 2001, misschien 2002 was er een moment dat ik merkte dat mijn gebedsleven met God was aanwezig. But when I go back to 2001 or 2002, I had a prayer life. Maar het voelde voor mij zwart-wit. But it was a bit, it felt like black and white. Het voelde alsof de kleur en de geur miste van mijn beleving met God. It felt like the color was missing. En ik weet nog wel, tijdens de zondag ging ik naar voren bij een altar call. And on a Sunday I went forward on the altar call. En we hadden een rondreis in de bediening van mensen die in onze kerk binnenkwamen. And we were just traveling around for people that came to our church. En ik ging naar voren en er kwam gelijk een man naar me toe en die bad voor mij. And so I came forward and a guy came up and he started to pray for me. En hij bad dit. And he prayed this. Hij zei, Heer. He said, Lord. Ik bid dat u in deze jonge man. I pray that you get into this young man. En dat u hem kleur geeft in zijn gebedsleven. And that you give color in his prayer life. En wat er gebeurde is, ik ging naar huis. And what happened? I went home. En ik begon te bidden. And I started to pray. En er was in één keer gewoon een kleur en een geur en gewoon echt dat ik zoiets had van wauw, het was gewoon HD, alles. Full HD, 4K, 8K. What I experienced was, it was full color. It was multidimensional. Ik wil voor jou bidden. And I want to pray for you. Als jij dezezelfde ervaring hebt. If you've got the same experience. Is dat jij zegt, mijn gebedsleven voelt droog. If you feel that your prayer life is dry. Als jij dat bent. If that's you. Dan wil ik voor jou bidden. I want to pray for you. Misschien kunnen we allemaal onze ogen sluiten. Maybe we can all close our eyes. En als jij dat bent, als jij zegt van weet je wat, ik wil heel graag mijn leven met God weer opnieuw opstarten. And if that's you, if you want to restart your life with God. En dan heb ik het niet over je leven geven aan God, dat gaan we zo meteen doen. Maar ik bedoel meer dat je zegt van ik wil bidden en ik wil een stuk beleving met God hebben. And I'm not talking about giving your life to Jesus, we do that later, but just to have a life with God. Want ik geloof dat wanneer we hiervoor gaan bidden in dit moment, dat jouw leven vervuld zal raken. Because I believe and I know that as we pray that your life will get filled. Gods geest is hier en hij wil tot jou bedienen. God's spirit is here and he wants to be with you. Zoals jij dat bent, sta dan nu uit je stoel. So if that's you, just stand up out of your chair. En strek je handen uit naar de hemel. And reach out to heaven. Zodat ik weet voor wie ik bid. So I know who I'm praying for. Jezus. Jesus. Jezus, als jij zegt van weet je wat, ik wil bidden met God en ik wil een stuk beleving hebben van Gods geest. So if that's you, if you want to pray with God and have an experience with God. En als dat je zegt van weet je wat, ik wil openstaan voor God, ik wil hem ervaren op een manier wat ik nooit eerder heb ervaren. If you want to be open to God and experience him in a way that you've never experienced him before. Jesus. Jezus. Jesus. Heere God. Lord. Op dit moment bid ik. At this moment I pray. Dat u voor de mensen die
een ervaring willen hebben met u. For the people that want to have an experience with you. Waarbij het bidden gewoon een stuk gemakkelijker gaat. Where praying will get a lot easier. Waarbij het bidden voelt dat u gewoon heel dichtbij bent. Where praying feels that you're so close by. Heer God, voor deze mensen die staan. For those people that are standing right now. Voor de mensen misschien die zitten en die ook dit verlangen hebben. For the people maybe that are sitting down but also have this longing. Heilige Geest van God. Holy Spirit of God. Ik wil u vragen dat u wilt komen. I want to ask you to come. Dat u deze mensenlevens wilt raken met uw tegenwoordigheid. That you will touch these people's lives with your presence. Jezus. Jesus. Heilige Geest. Holy Spirit. Wees welkom, Heer. Be welcome, Lord. We verwelkomen uw aanwezigheid. We welcome your presence here. Heer God, dat er nieuw leven mag ontstaan. Lord, that there can be new life. Dat het mag zijn als een rivier. That it can be like a river. Dat het mag zijn als een stortvloed. Like a rushing of water. Dat het mag zijn dat er gewoon verfrissing plaatsvindt. That there will be refreshing. Dat wanneer mensen, wanneer jullie gaan bidden, wanneer jullie thuiskomen vanavond. And as you start praying today, tonight. Of wanneer je thuiskomt vanmiddag. Or maybe this afternoon as you can. En je begint te bidden. And you start to pray. Dat je merkt dat er een open hemel bestaat. That you experience there's an open heaven. En dat je gaat ervaren dat Gods aanwezigheid zo dicht bij jou is. That you experience that God is so close by you. Is dat je de menselijke maat achter je kan laten. And that you can leave the human measure behind. En dat je de keuze die Jezus heeft gemaakt met het oppakken van het kruis. That by the choices that Jesus made by picking up the cross. Dat jij dat ook kan doen. That you can do the same thing. Amen. Amen. Dank jullie wel. Jullie mogen weer gaan zitten. Thank you, Ken. Misschien kunnen we onze ogen nog gesloten houden. Maybe we can keep our eyes closed. Want er is één vraag. Because there's one question. Want misschien zit jij hier. Because maybe you're sitting here. Je zegt, ik heb nog nooit van Jezus gehoord. I've never heard about Jesus. Of ik heb mijn leven nog nooit eerder aan Jezus gegeven. Or I've never given my life to Jesus. Of ik heb mijn leven wel gegeven aan Jezus, maar ik wil weer bij hem terugkomen. Or maybe you've given your life to Jesus, but you want to come back to him. Elke zondag hebben we een moment waarbij we jou de mogelijkheid willen geven om voor hem te kiezen. Every Sunday we've got this moment where you can make a decision and Om te kiezen om samen met Jezus de reis te gaan. To decide to walk with Jesus. Jezus was niet alleen. Jesus wasn't alone. Hij had zijn discipelen die hij meebracht. He had his disciples that came with him. Hij wil jou ook op jouw leven meenemen. And he wants to have you also on the journey. En als jij dat bent. And if that's you. En jij zegt van ja, ik wil Jezus in mijn leven ervaren. I want to experience Jesus in my life. Ik wil Jezus in mijn leven als Heer maken. I want to make Jesus Lord in my life. Is dat je tegen hem zegt, Heere God, niet mijn wil, maar uw wil. That you say not my will, but your will. Is dat je je eigen leven neerlegt, zodat hij zijn leven aan jou kan geven. So that you leave your life behind and give it to him. Terwijl alle ogen gesloten zijn. And as all the eyes are closed. Dan wil ik graag voor jou bidden. I want to pray for you. Maar ik wil wel graag weten voor wie ik bid. But I'd like to know who I'm praying for. Zo, ik zou graag willen dat je hand omhoog steekt. So I want to ask you to raise your hand. En ook daar online. Also online. Voor de mensen die ervaren van ja, ik wil mijn leven aan God geven. For the people that experience, I want to give my life to Jesus. Dan kun je klikken op de banner raise hand. Okay, you can click on the banner, raise hand. En dan zullen we in contact met je komen. And we will get in touch with you. Zo, ben jij dat? Steek dan nu je hand omhoog. So if that's you, please raise your hand. Dank u wel, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Thank you, Lord. Dank u wel. Dank u wel, Vader. Thank you, Father. Ik wil graag dit gebed samen met jullie bidden. I want to pray this prayer together with you. Bid het mij na. Just pray after me. En laat God onderdeel zijn van je leven. And let God be a part of your life. Lieve God. Dear God. Dank u voor uw zoon Jezus. Thank you for your son Jesus. Dank u dat u voor mij bent gestorven. Thank you that you died for me. Dat u voor mij bent opgestaan. That you rose again. Ik vraag u om mij te vergeven. I ask you to forgive me. Ik vraag u om uw leven in mij te brengen. I ask you to bring your life in me. Kom met uw Heilige Geest. Come with your Holy Spirit. En maak mij gloednieuw. And make me brand new. Dank u wel. Thank you. Dat ik vandaag. That today. Gered ben. I'm saved. In de naam van Jezus Christus. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Geweldig, geweldig. Amazing. Ja, super. Geweldig.
Weet je, ik realiseer me dat deze boodschap dat nog een schepje erbovenop is. And I realize that, you know, this is like an extra measure. Maar weet je, als je 2 jaar in corona hebt gezeten, dan is je leven gewoon letterlijk niet alleen in fysieke zin, maar ook in geestelijke zin misschien wat uit shape geraakt. But I realize now, being 2 years in COVID, you know, your body emotionally, but also physically, is gone out of shape. En ik wil je aanmoedigen, ga het woord in. And I want to encourage you, go into the word. Ontdek wat de roeping van God is op jouw leven. And find out what God's calling on your life is. Ontdek waarvoor God jou heeft gemaakt. Find out why God made you. Begin te bidden op een manier dat je gewoon God de ruimte geeft om echt iets met je leven te gaan doen. And start to pray in a way that you know that God wants to do something with your life. En wees verwachtingsvol. And be expectant. Want wanneer we bidden, because as we pray, dan zullen we ontvangen. We will receive. En hij is goed. And he is good. En hij is getrouw. Amen. Amen. Great. Laten we allemaal gaan staan. Let's all stand up. We gaan nog een lied zingen. We're going to praise him.